Je pakt ze niet gauw persoonlijk aan. En ik ken je al heel lang. Jij hebt bijvoorbeeld nooit in je leven iets naars gezegd over Rinus Michels. Terwijl Rinus Michels in mijn optiek vaak een hele kwalijke rol achter de schermen naar jou gespeeld heeft. Bijvoorbeeld die heeft voorkomen dat jij ooit bondscoach werd. Je hebt nooit een kick gegeven, maar altijd met alle egaars benaderd. Jawel, maar er zit altijd nog een gedeelte aan. En ik denk altijd dat je een bepaald evenwicht moet zoeken. Kijk, ik ken natuurlijk Michels, toen mijn moeder werkte en mijn vader overleden was en ik was ziek, wie me thuis op kon halen, mij naar de dokter bracht, mij weer terugbracht en zegt blijf nog een dagje in bed liggen. Ja, dat is ook Michels. Ja. En moet je dan afgeven op iets van iemand die je dus altijd klaar heeft gestaan om je te helpen? Nee. Ik vind van niet. Ik vind ik door Michels fantastisch benaderd ben. Michels mij die dingen bijgebracht heeft die ik dus onbewust nodig had. Of onbetwist nodig had. Om de mens te worden wie je dus uiteindelijk geworden bent. En misschien is dat toch ook weer zijn kwaliteiten geweest. Als leraar. Wie die ooit geweest was. Helemaal met moeilijke mensen. Nou, misschien was ik ook wel een moeilijke jongen. Dan was jij misschien een hele goede pupil van hem. Nee, maar het is fantastisch. Dus ja. Ik Michels, wie is ook Michels? Dat ik bij Barcelona tekende. En dat het hele vliegveld stond vol met mensen. En dat ik op een gegeven moment mijn dochter kwijt ben. In een stoel. Jezus, waar is die nu weer gebleven? En dan zie je Michels weglopen. Want het is slecht voor de camera's met al die lichten. En die zet zo'n kindje in. Ja. Ja, dat is ook Michels natuurlijk. En als je dat soort dingen gewoon afweegt, dan zeg je dat dan, ja, nou goed, wat is nou belangrijker geweest?